De Oxymontheorie is de eerste roman van Pieter Aspe. Eigenlijk was het nooit de bedoeling om van dit verhaal een boek te maken, maar het kan verkeren. Pieter Aspe stelde zijn boek voor in brouwerij Omer van der Ginste, en dat is geen toeval. Pieter Aspe bracht in 1995 zijn eerste boek, Het Vierkant van de Wraak, uit. 20 jaar later is er het boek De Oxymontheorie, meteen ook de eerste roman van Pieter Aspe. Het is een oud boek, het is geschreven voor de Van Inreeks. Het heeft niets met Van In te maken. En het is destijds ontstaan door een weddenschap met een vriend. We waren allebei bezig over boeken. En hij was al 10 jaar bezig aan een boek. En dat boek raakte maar niet af. En we hebben toen gewed om ter eerst of binnen het jaar een boek. En ik heb dus dat boek geschreven. En dan is dat verdwenen in een kast. Dat is 4 keer of 5 keer verhuisd. Van de ene kast naar de andere. Tot een aantal maanden geleden dat ik aan het opruimen was. En ik vind dat terug. Ik zeg, ja, ik heb dat nog. Ik was er absoluut niet meer zeker dat dat nooit verloren was geraakt of zo. Dus, en dan heb ik daar toevallig over gesproken met mijn uitgever. Hij heeft gevraagd, mag ik het lezen? En dan heeft hij zelf gezegd, dat moeten we uitgeven. Ik heb dan nog wat getwijfeld. En heeft me toch moeten overtuigen om het te doen. Want ik dacht, ja, dat is een oud boek en tussen twee van eens. Dat gaat verwarring creëren en zo, maar het is nu toch best dat we het gedaan hebben. Ja. Pieter Aspe waagde zich in de jaren 90 dus al aan een roman. Maar wat gaat de toekomst brengen? Een nieuwe roman of toch een vervolg op Aspe? Ik heb dat al een tijdje geleden over nagedacht. En dat zou best kunnen, maar dan moet je het doen met de Van Inreeks. En ik kan er moeilijk 3 per jaar schrijven of zo. Dus ofwel stoppen met Van In, dat zou kunnen. Maar, en vervangen door iets anders. Ik ben er nog niet uit eigenlijk. Waar Aspe wel mee gestopt is, is met het drinken van Duvel. En daar heeft hij een goede reden voor. Omdat ik vond dat Duvel niet meer dezelfde smaak heeft dan vroeger. Ik heb dat ontelbare keren uitgeprobeerd om te bewijzen van ligt het aan mezelf. Maar ik heb het ook aan andere mensen advies gevraagd en zo. En toen ben ik toevallig in contact gekomen met Omer. En dat is me onmiddellijk bevallen. En ik ben dan veranderd van bier. Ja. Ik heb dat ook niet aan de grote klok gehangen. Maar toen ik op de boekenbeurs zat, daar is pers. En ja, dat was de eerste vraag. Dan moet ik wel antwoorden. Hè. Ik heb niet zelf de pers gebeld om te zeggen van ik ben veranderd van bier. Maar ik wist dat het ooit eens zou uitlekken.